Deborah, hoeveel pijn heb je? Laat je gezicht eens zien. Nee, heb je pijn? We zijn net zo langs huisartsenpost gegaan. Meen je niet? Ja. Videootje van Familie Lekker! Dames en heren, zoals jullie zien, Deborah en ik zijn hier zo alleen. En dat heeft een reden. Want Deborah die gaat voetballen! Deborah heeft de voetbaltraining. En ik zat te denken, het is weer eens tijd om eens een keertje Esra te gaan pranken. Heb je er zin in? Ja! Goed zo! Want Esra die heeft een tijdje geleden Deborah en Eli geprankt met dat ze haar geheugen kwijt was. Wij gaan vandaag mama terugpakken. En hoe we dat gaan doen, is ik heb banddozen zo gekocht. Ligt allemaal hier zo in de tas. En we gaan zo meteen doen alsof jij je voet hebt gekneusd. Heb je daar zin in? Ja. Heb je daar zin in? Gooi even een duimpje boven. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. En dan gaan wij nu richting... voetbal! Ja, mooi. Oké. Bruh. Zo, we zijn aangekomen. Neem een slokje water. Neem een slokje water. Want je moet zo meteen gaan rennen, jongen. Oh, goed zo. We zitten weer in de auto. Jamie heeft goed getraind. Goed zo. Jij ook. Box. En weet je wat we gaan doen? We gaan nog niet naar huis toe. Ja. Waarom? Jij hebt je voet. Ja, maar kijk zeker heel zielig, alsof je heel veel pijn hebt. Doe zeker. Kan niet. Doe zeker, doe. Goed zo. Maar wat wij nu gaan doen, Deborah? Naar McDonald's. Wij gaan richting McDonald's. We gaan lekker een McFlurrytje halen met Deborah's beste vriendje. En dan gaan we daar even jouw voet even behandelen, want je hebt heel veel pijn. Kom, we gaan huilen met z'n allen tegelijk. Yes, mag ik één McFlurry? M&M? Ja. Oreo McFlurry. Met chocoladesaus. Ja. En frikandel speciaal? En nog ze hebben geen frikandel speciaal. Oh. Zo jongens. Ja. Kijk eens wat ik voor jullie heb. Allebei een McFlurry, alsjeblieft. Natuurlijk kan ik mezelf niet vergeten. Ik heb ook McNuggets voor mezelf. Oh, lekker. Wacht even 1 seconde. Zo lekker dip en dan doe ik even. Jongens, zeg ze één keer. Oké, Deborah zit er klaar voor. Hij heeft zijn ijsje nog. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Oké, Deb, geef je slechte voet aan mij. Geef je slechte voet. Geef je slechte voet, kom. Oké, wat we gaan doen. Wat, Eel? Gaan we eventjes verband om je voet doen? Ik hoop dat het goed zo is. Kijk hoor, Deb. Ja? Oké, kijk eens naar Deborah. Hoeveel pijn heb je? Laat je gezicht eens zien. Huilen. Oké, zijn voet is goed genoeg. Heb je pijn? Heb je pijn? Maar volgens mij heeft Deborah ook hoofdpijn door dat geschreeuw. Wacht even, ik ga wat doen. Dev, wacht. Wacht even, Debbie. Jij hebt heel erg hoofdpijn volgens mij. Nee. Kom even. Jawel, jij hebt ook geen verlies. Heb jij hoofdpijn? Ja. Ja, heb je heel veel hoofdpijn? Ja. Ik weet het, want je vader heeft ook hoofdpijn van jou. Even kijken. Nou, doe even zo. Oké, jij zegt tegen je moeder dat je bal op je hoofd hebt gehad, ja? Kijk. Nou, mooi. Alsjeblieft. Heb je pijn? Ja. Jij hebt pijn? Ja. Heb jij pijn? Ik heb een mooie foto voor jullie. Lachen. Nee. Lachen zeg ik. Ik zie jullie lachen. Nee. Als beste vrienden wil je natuurlijk allebei hetzelfde hebben. Jij hebt ook pijn aan je voet? Ja. Allebei huilen, nu huilen. Nee. Auto is genoeg geweest. Auto uit, want wij gaan weg. Doei. Ja, maar dan, voordat we naar huis gaan, wil ik wel... Ja, dan wil ik dus vragen. Hoe loop je als je pijn hebt aan je voet? Hoe loop je? Ja, oké, loop nu naar de auto toe. Loop naar de auto. Oh, dit gaat echt wat worden met hem, hè. Doei! Oké, Deborah. Nu gaan we even serieus als mannen onder elkaar even praten, ja? Ja. Luister goed. We gaan naar huis. We gaan zeggen dat jij pijn had aan je voet, dat we naar de dokter waren gegaan. We zijn naar de huisartsenpost gegaan. Daarom duurde het lang voordat we thuis waren.
Je gaat niet zeggen dat je McDonald's hebt gegeten. En daarna gaan we zeggen dat jij heel veel pijn hebt dat je op de bank moet liggen. Laten we mama gewoon goed pranken dat ze het niet in de gaten heeft. Kunnen wij dat? Ja, één keer. Kunnen we dat? Devran, je kan het. Kom op. Kom op, je kan het. Oh ja, maar eerst Devran. Hallo? Ja? We zijn bijna thuis. Oké. Ik hoef niet te tanken, schat. Dag! Even snel als binnen leggen. Trouwens, waarom ik de camera al mee heb genomen is, ik weet niet of ik had gezegd, ik zou vandaag filmen hoe Deblan zou voetballen. En nou, het is niet goed gegaan. Ons verhaal is dat jij nu heel erg... Goed zo. Blijf in je rol en doe het goed. Oké. Okay. Hallo! Wat is er gebeurd? Mommy! Estra? Het ging niet zo goed. Nee. Het ging niet zo goed. Nee! Waarom denk je dat het laat zijn gekomen? We zijn net zo langs huisartsenpost gegaan. Meen je niet? Ja, echt. Oh, ik ben zwaar. Gaat het? Maar wat is er nu gebeurd dan? Hè? Hij raakte zijn bal gewoon verkeerd op zijn voet of zo, ik weet niet, een of andere manier. En dan op een gegeven moment verdraaide hij zijn enkel. En hij heeft, nee, laat wel goed zitten, laat wel goed zitten. Hij heeft wel pijnstillers gekregen net, hij had echt veel pijn. Ja, gewoon van die, hoe noem je dat, van die dingetjes, die wat meer de pijn heeft. Ja. Nou, hij heeft zijn voet gekneusd, hij mag hier niet opstaan. Ja, hij heeft zijn voet gekneusd. Volgende week moeten we even terug. Maar hij moet wel rustig doen. Hij heeft echt pijn, hij heeft echt pijn. Kijk Mimi. Ja, niet eraan zitten, niet. Ja, hij is wel echt zielig. Ik vond het zo zielig voor hem. Echt mijn liefie. Ah, mijn liefie. Nee, dat is echt niet leuk. Nee. Hij heeft bloed. Nee, hij heeft geen bloed. Hij zit hier binnenin. Dan heeft hij niet, niet, ik zou niet aan zitten. Dan is het gekneusd. Dan is het gekneusd. Dan zit er een bordje niet goed. Gaat het, schatje? Oh, dan ben je net begonnen met voetbal, dan gebeurt dit. Ah, echt. Nee, 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 nee. We gaan niet van voetbal afhalen. Dan, misschien moet mama wat drinken halen voor je of zo? Kruidje. Wat zegt hij? Hij maakt het goed. Nee, er is geen bloed, schatje. Ik kijk het. Wat? Pokémon box openen? Jij los! Ja, omdat hij Pokémon boxen. Oké, okay, nou ik kan wel deze week Pokémon box voor jou halen, ja? Ik ken die mensen. Ik moet jou even spreken. Slecht geweten? Kom, kom eens even mee. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Ik ben namelijk iets tegengekomen. Oké, okay. Ik heb mijn twijfels. Eén, je hebt mij niet gebeld. Normaal gesproken bel je altijd. Je bent de eerste die aan mij zou denken en mij bellen. Twee, je bent naar de McDonald's gegaan zonder te vragen of wij iets willen. En drie, je kijkt een beetje terug naar zitten. Oké. Het is een prank. Ik voel hem. Deze prank is zo goed dat ik er echt... Nou, ik trapte er even in, maar voor heel eventjes. Maar wie zegt dat toch? Oh mijn god, meen je dat echt serieus? Hij heeft echt helemaal niks. Ook niet gewoon gevallen, want hij speelt zo goed. Oké, ik zat gelijk te denken, weet je wat ik kan doen? Zullen kijken of hij gaat, hoe lang hij het vol heeft dat hij echt pijn heeft. Oké, dat vind ik wel goeie. Kijken hoeveel misbruik hij maakt. Kijken hoe lang inderdaad hij misbruik maakt. Het is straks heel lang, maar goed. We gaan het zien. Oké, even tussendoor, check dit. Eli heeft een yoghurtje. En hij eet zijn yoghurtje met een rietje. Hoe verzin je het, Eli? Is het lekker? Dat doet hij trouwens altijd en hij eet zo zijn yoghurtje op. Maar we gaan even naar buiten. Sarah is even een balletje. Of, wat ben je aan het doen? Oké, schiet hem nu. Ja. Raak hier in het midden. In het midden. Oh, in één keer, dan krijg je wat. Oh. Nee, helemaal niet. Nou, dan niet. Ik heb een idee. Nou, vertel. Ik heb een idee hoe we Demma misschien uit zijn spelrol kunnen halen. Ja. Mee, hier. De? Ja? Ik heb het even opgezocht. Als je voet gekneusd is, gaat het? Als je voet gekneusd is,
Ik heb gelezen, is het niet goed, sorry, om suiker te eten, dus geen snoepjes, geen chipjes. Oh. Pokémonkaart ga ik ook niet doen, want je mag niet te energiek worden. En ik denk misschien ook even niet meer zoveel tablet. We gaan even rusten, ja? Je moet echt rust hebben. Ik moet echt even een dutje doen. Ach, ik heb mijn nummertje. Mijn telefoon. Ik ga niet verklappen, oké? Okay? Ik ga niks gewoon zeggen. Ga maar op mama de telefoon. Esra! Debra zit op je telefoon. Nee, Debra. Geen tweede... Eli, geen tablet geven, Eli. Eli, Nee, pas op, de tablet! Red weg! Red weg als je niet af wil worden! Er komt nog binnen! Au! Au! Oh, jij bent een oplichter! Nee, nee, hij is een oplichter! Oh, hij gaat nog door! Oh, kom maar! Red dan! Red dan! Red! Red! Kom, 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 kom! Oh. Nee, hij is echt zielig. Ah! Oh. Mimi, ga je mama helpen? Kijk wat hij aan heeft. Het is ook zelf zo aangedaan, hè? Oh, Mimi, goed zo. Oh, oh, verdomme. Ja, oh. Applausje, Mimi. Applausje. Woehoe. Esra, even één ding voor jou. Ik denk dat het wel te lang gaat duren, dit hoor. Misschien moet ik jou maar helpen met iets. Hè? Misschien moet ik je maar helpen met iets. Ik weet niet, ik ga hem roepen. Devran. Je blijft, je doet echt zo goed. Luister eens, luister. Wat is er? Wat wil je? Wil je nu gaan voetballen? Dus je wilt gewoon naar buiten nu voetballen? Kom, is goed. Ja? Kom, kom, kom. Kom, kom rennen. 3, 2, 1. Rennen. Rennen, rennen, rennen. Rennen, rennen, rennen. Esther, hij gaat voetballen buiten. Rennen, rennen, kom. Waar is de bal? Waar is de bal? Pak de bal, pak de bal. Pak de bal, kom. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, that's a pack about pack a pack. Oh, 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 oh. Echt waar, serieus, het is de beste prank die ooit is uitgevoerd. Ja, hey, jij hebt dit ook gedaan. Ja, maar jij doet het wel echt. Dat was trouwens een payback van iets, Esra. Oh. Toen met jouw geheugenverlies. Wou die even terugpakken. Ja, ik heb gezien dat jullie... Oh. Voordat ik ga eten, ga ik wat doen. Ja. Kijk deze, ja? Let op. Hebben jullie niet gefilmd? Jongen. Oké, we hebben gegeten. De avond is aangebroken. Ik ben aan het editen. En Serhan brengt normaal gesproken de kinderen naar bed. Maar, wat was er? Hij heeft iets heel belangrijks. Serhan roept mij. Oké, we gaan kijken. Ik denk, kom, we gaan lopen. Wat zou het zijn? Wat zou de reden zijn dat Serhan mij nu roept terwijl ik aan het editen ben? En wat super belangrijk is. Serhan! Ja. Gaat het? Belangrijk voor jou te vertellen. Oké, kan ik? Oké, ik kan komen. Wat is er zo belangrijk? Waarvoor moest ik komen? Hij heeft gepoept in zijn pamp, meneer. Misschien wil hij voor hem. Dankjewel. Dat zijn de dingen waarvoor ik gewoon dus word geroepen. Vandaag mijn werk wordt gestoord. Debbie. Ja. Ik ben blij dat er niks is gebeurd en we allemaal veilig zijn. En even serieus, even blij. Oh, oh nee! Oh, damn it! Oh, nee! Nee, geen grappen. Dit is een poepluik. Geen grappen met een poepluier. Dat is echt het meest... Ga je handen wassen. Oh. Ik ga snel deze luier weg doen. Wat zijn wij blij straks als Mia's eindelijk van die luiers af is. Want eerlijk, het is wel een beetje vies. Ik ga de video bij deze ook afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet je te abonneren en ik zou zeggen tot de volgende keer.